Sarah Vermeijlen exposeert deze week in Bonheide. In haar atelier geeft ze alvast meer uitleg over haar werk. Ik vind dat wel heel belangrijk dat dat groot werk is. Omdat je dan heel je lichaam gebruikt. Ik heb nu van het jaar eigenlijk voor de eerste keer ook iets klein werk gemaakt. Omdat dat even nodig was binnen de context. Omdat ik wou werken rond pijn en troost. En dat moest precies even klein zijn. Maar gewoonlijk is het dat is nodig dat dat vanuit je schouders komt en niet vanuit je pols. Als ik kon, ging ik nog groter. Maar ik koop rollen van 10 meter lang op 1,5 meter breed en ze hebben niet groter. Ik heb het al dikwijls gevraagd, maar ze hebben niet groter. Soms doe ik het op muren. Dat helpt. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. En taal zijn lijnen. En papier. En kleur maakt daar geen deel van uit. Heel jammer eigenlijk, maar... En tegelijkertijd ook niet, want ik voel me wel goed hierbij. Wat erin zit, is absoluut altijd een soort interne machtsstrijd. Een soort kwelling of zo. Vooral onmacht, denk ik. Onmacht en onrust en alles dat mij onbegint. Of machteloosheid. Alles waar je los in zit. Omdat dat een heel frustrerend gegeven is en aan jezelf kun je ook niet ontsnappen. En dat is een soort stillijden dat eigenlijk dat iedereen kent. En automatisch plooit je dan zelf in onnatuurlijke houdingen of in... Ja, wat kun je anders doen? De expo in het Blikveld draait rond recent werk dat meteen ook gebundeld wordt in een boek. Het verhaal van het boek was pijn en troost. Van de tentoonstelling is vooral angsten en onrust. Ik denk dat dat verhaal heel gestructureerd en goed is uitgekomen in het boek. Ja. Ik denk dat dat ook de eerste keer is dat er zoveel werk in één boek, op één plaats gebundeld wordt, dat mensen dan ook naar huis kunnen nemen. Ja. Dat vond ik ook belangrijk. Dat vind ik het verschil tussen een tentoonstelling en een boek. De intimiteit waarmee dat je kijkt. Ja. In een tentoonstelling ben je meestal niet alleen. En dingen als formaat komen dan heel goed uit. Maar een boek, dat neem je mee. En dat consumeer je op het moment dat u uitkomt. Op het moment dat je het nodig hebt misschien. Mm-hmm. En in je eigen veilige omgeving. Wat dat veel meer mogelijk maakt.